Ja, we weten al dagen dat hij boven ons hoofd hangt, de beruchte aswolk uit IJsland. En toch heeft niemand er tastbaar bewijs van. En dat is natuurlijk jammer. Een wetenschapper uit Groningen brengt daar verandering in. Iedereen die nog een beetje regenwater van de afgelopen dagen in zijn tuin weet te vinden, kan nu zijn eigen stukje vulkaanas bemachtigen. En als dat geen prachtig aandenken is aan die historische uitbarsting, dan weten wij het ook niet meer. In de zoektocht naar het souvenir van dit moment zette de Rijksuniversiteit Groningen een truck vol trucs in. En een heuse sterrenkundige. Sommige mensen denken alles wat van boven komt is van de sterrenkundige. En bovendien, het onderzoek naar wel of geen rotzooi in regenwater is natuurlijk gewoon een klein natuurkundig experimentje. Kinderspel dus eigenlijk. En daarom laat de Groningse Willy Wortel basisscholieren zien hoe je op een eenvoudige manier zelf een stukje van de fameuze vulkaan kunt bemachtigen. De IJslandse kolos stoot momenteel vooral stoom uit en het Nederlandse luchtruim is daarom al bijna asvrij. Maar met wat regenwater van gisteren maken we volgens Jurriëns nog een kans. Nou, we hebben hier wat regenwater opgevangen gisteren dinsdag te Kolham. En dat doen we in een klein schaaltje wat ik normaal gebruik om lekkere taartjes te maken, maar nu in dienst van de wetenschap. En die schaaltjes worden vervolgens op een simpel brandertje gezet. En dan is het afwachten op wat er in de bakjes achterblijft. De scholieren houden hun hart vast. Ja, waarom? Omdat IJsland hier best wel ver weg is en zou het wel bijzonder zijn dat het hier ook gevallen is. Inderdaad, en geloof het of niet, in één van de bakjes ligt zwart gruis. Kijk, ik heb hier een stukje voor je. Zie je? Een puntje daar. Ik ga je maar eens onder de microscoop leggen. En ja hoor, na een beetje schuiven en draaien hebben we hem te pakken. De as van het kwaad. Je zou bijna niet geloven dat zo'n klein korreltje zoveel ellende op zijn geweten heeft. De vliegtuigen konden niet landen, maar het vulkaanas wel. Hoe kun je nou zien dat het echt vulkaanas is? Nou, je kunt het zien aan de vorm. Je kunt het zien aan de donkere kleur. En als je ook kijkt naar het kookproces, hoe dat ging, is geen twijfel, dit is vulkaanas. De kinderen zijn er stil van en wij ook. Thuis gaan we straks meteen op zoek naar regenwater.